En ik ben live, staat er. Een hele goede avond. Wat fijn dat je kijkt. Misschien kijk je het op een ander moment terug dan ook. Hartstikke welkom, fijn dat je kijkt. Hallo. Ik zie van allerlei lieve berichtjes langskomen. Bekende namen, onbekende namen, maakt niet uit. Heel erg fijn dat je er bent. Dankjewel voor je tijd en dat je naar me wil luisteren. Waarom wilde ik heel graag dit webinar geven? Dat ga ik je even uitleggen. Trouwens, er is een aantal mensen van mijn team aanwezig. Desiree onder andere. Ik zag Evelyn langskomen. Lucia is er. Dus mocht je een vraag hebben, stel hem in de chat. Ik zelf kan niet naar de chat kijken als ik aan het praten ben. Dat wordt een beetje te veel en te onrustig. Maar dan kan iemand van mijn team met een gerust hart je vraag beantwoorden. En eventueel, lief team, als er iets is waarvan je denkt, Marjolein, wil je daar even naar kijken? App me dan. Dan zal ik even kijken. Goed. Ik heb er ook zin in en ik zal je vertellen waarom. Want waarom wilde ik dit webinar geven? Dit webinar gaat over manifesteren kun je leren. Ik zie heel veel dingen langskomen in social media. Ik zie heel veel trainingen aangeboden worden die daarover gaan. En het antwoord is ja, dat is zo. En je hebt daar wel een heel goed kader voor nodig om dat te kunnen doen. Want er kan ook het een en ander meekomen wat je helemaal niet wil. En dan werkt het meer averechts dan dat het voor je werkt. Daarnaast vraagt deze wereld, de tijd waarin we zitten, met wat er gaande is in de buitenwereld, voor ons ook een bepaalde verantwoordelijkheid nemen voor de energie. Met hoe wij in deze wereld aanwezig zijn. Vandaar dat ik dit webinar wilde doen. Het belang ervan voor mij was zo dringend. En kennelijk ook voor jou, want niks is toeval. Jij bent hier gekomen op aanwijzing van je eigen hogere zelf. En dat heb je gehoord, geluisterd, gevoeld. En daarom zit je nu hier. Omdat deze informatie speciaal voor jou is. Als eerste zou ik heel graag met jullie een hele mooie, korte afstemmingsmeditatie doen. En misschien ken je mij, mijn naam is Marjolein Loderichs. Ik ben oprichter en trainer bij de I Am Academy. En wij geven trainingen in bewustzijn, in hoe het bewustzijn is opgebouwd en hoe je al helemaal heel en compleet bent. Dat je ware zelf al helemaal heel is, compleet is, dat er geen trauma bestaat. Dat je ware zelf volmaaktheid is en dat hij er nu al is. Dat je je focus kunt leren verplaatsen van het ik in je hoofd naar je ware zelf die je kunt ervaren door je te focussen op de vlam in je hart. Waardoor de poort open gaat in jezelf die je zelf hebt afgesloten door middel van het denken naar je bron, de bron van alles wat is, de bron van wie jij bent. Zodat die energie de leiding kan gaan nemen over je denken, over je voelen, over je handelen. Zodat je dat doorheen deze persoonlijkheid in deze wereld, in dit lichaam, neer kan gaan zetten. We leren onze deelnemers dat je je focus in die vlam van je hart te houden hebt. En dat je die niet moet brengen naar dat wat je niet wil. Want energie volgt aandacht. Dus we hebben het over de spirituele wetten. Die wetten zijn gewoon bekend. En die zijn altijd werkzaam. En het is dus van belang dat je die wetten kent. Als je heel bewust met deze materie aan de slag gaat. Dus oh ja, ik ga manifesteren. Ik ga me richten op mijn energie. Ik ga dat en dat doen. En het kader heb je niet. Je weet niet wat er vervolgens gebeurt. Dat is hetzelfde, ik had het al in de mail geschreven, van ik ga iemand auto leren rijden en ik ga geen verkeersregels vertellen. Nou ja, we weten allemaal dat dat natuurlijk een tijdje goed kan gaan, maar niet zo lang, waarschijnlijk. Oké, een mooie liefdesmeditatie. Waarom wil ik die eerst doen? Omdat het volgende. We hebben soms in meer of mindere mate ons bewustzijn, het wakkere deel in ons, ons bewuste mind, gekoppeld aan het denken in ons hoofd. Dus, daarin gebeurt van alles en alles wat jij ooit hebt meegemaakt, heb je opgeslagen ergens in je onderbewustzijn. Hoor je dat? Alles wat je ooit hebt meegemaakt, alles wat je ooit hebt geleerd, alles wat je ooit hebt gezien, alles wat je ooit hebt gehoord.
En dat is jouw referentiekader geworden, net zoals dat die van mij is geworden. Dus op het moment dat ik je iets vertel en je bent nog helemaal hiermee geassocieerd, dan krijg je altijd een reactie uit dat zogenaamde opslagbewustzijn. Je bent namelijk constant mijn informatie aan het vergelijken met dat wat er in jouw opslagbewustzijn zit. Nou, dat kan matchen, dat kan ook niet matchen en dan krijg je een dat. Op het moment dat we niet onze informatie uit dat opslagbewustzijn willen halen, maar het vanuit ons innerlijk weten willen herkennen, en ik vertel je dan iets wat komt uit bron, dan kan jij dat ook horen, voelen. Dan weet je, oh ja, zo zit het, dit is de waarheid. En waarom kan ik je dat zo zeggen? Omdat het zo werkt, op het moment dat ik je iets vertel wat waarheid is, universele waarheid is, wat te maken heeft met onze bron, niet te maken heeft met hoe wij denken dat het zit, krijg je het gevoel van herkenning. Weet je, ah, zo zit het. En daar zou ik heel graag met je naartoe willen bewegen, zodat je dat kan ervaren. Nou, om daar te komen, kunnen we even een korte meditatie doen, waarin we ons richten op de vlam van ons hart. Misschien is het bekend voor je, omdat je een training bij ons volgt, misschien niet. Het maakt niet uit, je kan er gewoon in meegaan in de mate waarin je dat zelf toestaat. Dus je mag nu voor jezelf ook echt een beslissing nemen. Oké, wat wil ik ervaren? Jouw ervaring is namelijk maar zo goed als dat besluit. En dat kun je heel bewust doen. Oh, ik kies ervoor om de waarheid van zijn te horen. Laat me daarvoor open zijn. Ja? Vanuit dat uitgangspunt kun je deze materie tot je nemen. Skepsis is gewoon een programma. Skepsis weerhoudt je eigenlijk om iets nieuws te leren. Dus alle skepsici verzamelen. Je mag even op de gang gaan staan. Kom straks maar terug. Of helemaal niet. Je weet het niet. Goed. Leg je hand maar even op je hart als je wil. Als je niet mee wil doen, it's up to you. En dan adem je in. En dan adem je uit. En dan breng je je aandacht heel zorgvuldig, rustig naar je hand. Je kan je hand op je borst leggen. Hoeft niet. Kijk maar wat voor jou het meest comfortabel voelt. Ik heb mijn ogen al gesloten. Als je kijkt, dan zie je dat. En misschien nodigt dat jou ook uit om je ogen te sluiten. Of misschien wil je dat helemaal niet en hou je ze liever open. En ook dat is goed. Alhoewel je gaandeweg wellicht kan gaan ervaren dat je ogen zwaarder worden. En als vanzelf dichtvallen. Terwijl je de hand op je borst voelt. Of als je die niet op je borst hebt gelegd. Je gewoon de adem voelt komen en gaan. Je borst voelt rijzen en dalen. En kijk of je die adem dan kan vertragen. Het mag 4 seconden, 5 seconden zijn. Misschien is er een ander ritme wat je helpt om je te ontspannen. Terwijl je lichaam een houding vindt waarin het kan verstillen. Kijk maar wat voor jou prettig is. En dan focus je je op die hand of op het midden van je borstbeen. En dan mag je je voorstellen dat hier een vlam brandt. Een vlam in je hart. Het heet de unfed flame, de vlam die nooit gevoed hoeft te worden. En stel je maar voor dat op deze plek een geheime kamer is. En die kamer betreed je. Het is alleen voor jou te betreden, voor niemand anders. En in die kamer brandt een haardvuur. Het is het haardvuur van vergeving. En er staat een stoel of een bank voor, of wat jij dan daar ook voorstelt.
Ik wil je uitnodigen om daar plaats te nemen. En misschien ken je deze plek al heel goed. Misschien is die volkomen nieuw voor je. Misschien kan je je niet zo goed visualiseren of voorstellen. Dan doe je gewoon alsof. Zoals je vroeger als kind naar iets kon luisteren en daar van alles bij kon bedenken, zo kan je ook hier nu luisteren. En jezelf mee laten voeren met deze woorden die alleen maar bedoeld zijn om je te helpen je aandacht weer terug te brengen in je liefdevolle verbinding met je hogere zelf, je ware zelf, je echte ik. Dus neem maar plaats daar voor dat haardvuur. Wat precies de juiste temperatuur heeft op dit moment. En hier mag je even rusten. Er wordt hier niets, maar dan ook niets van jou verwacht. En op deze plek ben jij verbonden via de vlam in je hart. Met de vlam in het hart van je hogere zelf. En het hogere zelf, dat wat jij werkelijk bent, is absolute volmaaktheid. Op zichzelf staand en zuiver. Het weet alles, kent alles, ziet alles. En het heeft alles in zichzelf wat jij nodig hebt. Alles wat jij nodig hebt om het leven te kunnen ervaren zoals het bedoeld is, zoals het leven zelf is, zit in jou. Dus kijk maar eens of je jezelf kan toestaan om te ontspannen. Om je dit moment helemaal te gunnen. Je weet dat je veilig bent waar je ook bent, neem ik aan. En binnen die veilige omgeving waar je nu luistert, kan je meegaan naar die plek in jezelf, waar je die verbinding met je ware zelf weer tot stand kan brengen op een bewuste manier. Je bent altijd verbonden. Maar in deze bewuste aanroep bijna, kan je die verbinding bewust ervaren. Dus terwijl je die adem hebt vertraagd, je aandacht houdt in die vlam van je hart, en je weet dat je hier verbonden bent met de vlam in het hart van je hoger zelf, ben je tevens verbonden met de vlam in het hart van alle hogere zelven. Van iedereen om je heen, iedereen die je lief hebt, iedereen die je niet lief hebt, iedereen die je kent, iedereen die je niet kent. Iedereen heeft een zuiver zelf, een hoger zelf. En dit alles is verbonden met de vlam in het hart. Van mensen die zijn overgegaan, dierbaren die zijn overgegaan. Op deze plek ben je altijd met hen verbonden. Ze zijn deel van je hogere bewustzijn, van je innerlijke wereld. Laat die realisatie maar een beetje inzinken. Ik kan me voorstellen dat het een grote troost kan zijn als je iemand verloren hebt die je fysiek mist. Wetende dat ze gewoon deel zijn van jouw innerlijke wereld. En dit is allemaal verbonden met de vlam in het hart van opgevaren meesters. Mensen die net zoals wij zijn geweest en zichzelf bevrijd hebben. Uit de wereld van de vervorming. Verbonden met andere aspecten van ons hogere bewustzijn in de innerlijke wereld. Uiteindelijk verbonden met bron. Dus misschien kan je je voorstellen nu dat je verbonden bent met een enorm lichtnetwerk. Een enorme kracht die in jou zit. En die je via
meditaties. Hierop afstemmen. Als je dat wenst. Dus terwijl je zo zit en jezelf dit voorstelt, wil je dan toelaten dat al het goede in je leven vanuit dit deel van jouw zijn afkomstig is. Hier vandaan komt al het goede, al het schone, al het ware. Hier vandaan precipiteert dat, zoals dat heet. Zoals water verdampt, een wolk wordt en als de wolk voldoende zwaar is, de regen daalt en op de aarde zichtbaar wordt. Zo geldt dat ook hiervoor. De energie die niet zichtbaar voor ons is, wordt uiteindelijk zichtbaar in de materie. Het precipiteert. En voor al het goede mag je nu, als je wil, liefde sturen. Naar je hoger zelf. Dankbaarheid. En als je het moeilijk vindt om dat zo te doen, dan roep je gewoon liefde op voor iets of iemand. En dan stuur je dat. Naar je hoger zelf. Naar je ware ik. Naar je bron. Dankjewel. En hier ben ik. Als je alleen bent, kan je dat gewoon zeggen. Dankjewel, hier ben ik. En als het onwennig voelt, is het helemaal niet erg. Is juist leuk iets te doen, toch? Wat je misschien niet kent, vooral als het over de liefde gaat. Stuur maar gewoon dankbaarheid en liefde. En terwijl je dat doet, wordt dit vervolgens bekrachtigd teruggestuurd. Die liefde die jij via die vlam in je hart, via het innerlijk dus, naar je hoger zelf stuurt, komt bekrachtigd terug naar jou. En stroomt door jou heen. Omringt je. Omhelst je. Omhult je. Troost je. En laat je daar maar even in wentelen. In deze onvoorwaardelijke liefde die niets hoeft. Die je helemaal omvat en doordringt. Die al jouw cellen in jouw lichaam doorstroomt, opvult. Deze helende liefde. Dus als je ergens last hebt, wijs het maar gewoon even aan. Daar heb ik last. Je wijst naar je knie, innerlijk gezien. Of je rug, wat het dan ook is. Waar heb je last van iets? En deze liefde stroomt daarheen, kent geen tegenstand, kent geen vervorming. Heeft zo'n hoge trillingsfrequentie dat alles wat niet gelijk is aan haar wordt opgelost in het niets van wat het werkelijk is. Dus kom maar wonder. Misschien heb je al heel lang ergens last van. Dat is voor deze helende kracht geen enkel issue. Het lost het gewoon op door jou, voor jou, als jou. En terwijl we dat zo samen aan het oproepen zijn, in zo'n simpel moment vervat, kan je je voorstellen dat als we dit doen voor onszelf, we dit ook zouden kunnen doen voor de hele wereld. Zo makkelijk kan het zijn. Jezelf een kelk maken voor de helende energie van je ware zelf. Zodat die energie door jou heen kan stromen, de wereld in, de leiding nemend over jouw denken, je voelen, je handelen. Jouw hele energieveld vullend met deze helende kracht en waar je dan ook gaat of staat, ben je helend aanwezig zolang jij dit toestaat te zijn.
En dit heeft niets te maken met wat het ego hier allemaal over te zeggen heeft. Alles te maken met de essentie van wie jij bent. Dus kijk maar of je dat kan toestaan te voelen. Als je niks voelt, kan je zeggen, ik kies ervoor om dit te voelen. Laat me dit voelen. Zeg het maar eens. Kies ervoor om dit te voelen. Laat me dit voelen. En dan observeer je. Als je heel erg het getetter in je hoofd hoort, ga je met je aandacht naar je hand, naar je hart. En laat het maar toe. Misschien merk je wel dat je rustig wordt. Kalm. Dan wil ik je vragen om hier je aandacht te houden in die vlam van je hart. En dan mag je je ogen openen. Maar je gaat nergens uit. Kijk of je echt hier kan houden. En op het moment dat je iets hoort praten, je gaat er met je aandacht heen. Pak je jezelf als het ware terug, die bewuste aandacht. Ik heb het wel eens over een puppy in de lessen. De puppy die rent overal heen, maar jij bent gewoon de baas over dat puppy. Die hou je daar. Kom maar hier. En hier vandaan luister je. Want waarom ik dit webinar zo graag wilde geven, was om je het volgende te doen begrijpen. Cognitief gezien. En je innerlijk weten zal het kunnen herkennen. Oké, alles is dus energie. Alles. En wij ook. En de ruimte die we hier zien, is niet leeg. Het is gevuld met kosmische substantie. Overigens is dit allemaal al lang wetenschappelijk bewezen. Dus we gaan niet meer naar die kant. We gaan echt de energetische kant van het manifesteren. In kaart brengen in een hele korte tijd. Dus ik ga het je heel kort uitleggen. Maar wel voldoende om je te doen laten begrijpen hoe belangrijk het is om mee te nemen dat er in je onderbewustzijn het een en ander ligt opgeslagen. Oké, je bewustzijn kun je zien als een ijsberg. Ik heb zelf NLP gedaan, neurolinguïstisch programmeren, daar wordt het vaak bij gebruikt. En destijds, en dat is 26 jaar geleden, werd er gezegd dat je je 5% bewust was en 95% niet. Dus buiten je gezichtsveld. Tegenwoordig zeggen ze zelfs 0,0001. Ik weet niet waarom we ineens nog minder bewust zijn geworden. Bij mij is het tegenovergestelde waar. Maar anyway, je weet dus heel veel niet. En wat er onder die ijsberg, onder de waterlijn ligt, die grote ijsberg, bestaat uit een aantal delen. En één deel van wat eronder ligt is het onderbewustzijn, dat waar je alles wat je ooit geleerd hebt, alles wat je ooit hebt meegemaakt, gezien hebt, gehoord hebt, alle conclusies die je hebt getrokken, alle afspraken die je gemaakt hebt, alle oordelen die je gegeven hebt, alles voorouderdingen die je mee hebt gekregen, zitten in dat opslagbewustzijn. Een beetje als een zooitje, met alle respect. Er zit niet echt heel veel logica in. Er zitten ook allerlei gevolgtrekkingen in die niet kloppen. In NLP-termen heb je zoiets als verkeerde koppeling, oorzaak, gevolg. Bijvoorbeeld, het is buiten grijs en daardoor word ik depressief. Als je dat herkent, dan heb je in je onderbewustzijn, in dat opslagbewustzijn, een koppeling gemaakt tussen die emotie en het weer. Is dat werkelijk waar? Nee, het weer kan niet verantwoordelijk zijn voor een depressie in je. Dat is dus iets wat je zelf hebt bedacht en vervolgens daar in dat onderbewustzijn hebt gekoppeld. Dus zodra het dan grijs weer wordt, komt die koppeling omhoog, die projecteert zich naar buiten, jij kijkt daar doorheen en je bent weer daar. Wanneer je in het nu, ik kan dat even tekenen, monumentje. Blijf gewoon in de vlam van je hart. Kun je mooi oefenen terwijl ik bezig ben. Goed ademen en die liefde voelen. Leuk. Even kijken hoor. Nu, hier ben je. Bewuste. Ik.
En in je onderbewustzijn zit dat opslagbewustzijn met allerlei files. Of dingen die totaal niet bij elkaar horen, zitten daar gewoon in. En daarin zwerft het ik wat jij in je hoofd hoort. Oké, teken het even zo. Dan begrijp je het wel. De omgeving, die geeft input. Die geeft input. Die input gaat via het bewuste deel. Hier ben jij, hier zijn je ogen, je zintuigen. Ogenblikkelijk hier naar binnen. En hier wordt gekeken. Waar heb ik zoiets als dit eerder gezien? Hoe kan ik hiermee omgaan? Als ik jou doe denken aan iemand van vroeger die je niet leuk vindt. Vind je mij niet leuk? Tenzij je natuurlijk bewust bent dat dat een programma is, een projectie is wat je hoort. Als mijn naam bijvoorbeeld al je doet denken aan iemand die je vroeger hebt gekend, die ook Mooie Lijn heette, die je niet leuk vond, hetzelfde. En het hoeft maar iets kleins te zijn. Dit kan al reageren op iets heel kleins en dit zal het niet weten. Waarom niet? Omdat je dit niet kunt zien of ervaren. Dit reageert al voordat je zelf daarop kan reageren. Hierin zit ook het onbewuste. En het onbewuste is alles wat je niet hebt hoeven leren, maar wat je toch kunt. Dus ik kan mijn vinger zo bewegen. Dat heb ik nooit hoeven leren. Dat weet ik gewoon. Je eten verteren, je hart, et cetera. En er is ons hogere bewustzijn. Ik weet dat sommigen van jullie het allemaal al weten. Dat maakt me helemaal niks uit. Je kan het volgens mij niet vaak genoeg horen. Dat is een overtuiging. Je bent het namelijk allemaal al. Anyway, hierin zit je hogere bewustzijn. I am. En dat deel van jou is zuiver, compleet en heel. Het kent letterlijk geen vervorming. Het is echt heel belangrijk dat je dit snapt. Dus onze bron kent geen vervorming, kent geen tweedracht, kent geen chaos, geen pijn, geen lijden, geen trauma. Het is vrij van alles. En wij zijn dat. Laat dat eens even inklinken in jezelf. Ik ben dat. Ja, nu al. Maar wat er is gebeurd is, je bewustzijn heeft zich hier aan gekoppeld. Dus je bent gaan geloven, ik ben dit. En je bent als een vliegje in het web van een spin, in het web gekomen van dit deel van het bewustzijn. Ik denk dat je dat herkent. En wat is nou de... Dan zeg je, is dat een kwaliteit? Nee, wat is het kenmerk, moet ik zeggen? Wat is nou het kenmerk van dit? Je kan het al zien. Als ik tegen je zeg, de meeste mensen zeggen chaos, dan begrijp je dat denk ik wel. Hè? Het kenmerk van het opslagbewustzijn is chaos, pijn en lijden. En dan zegt gelijk iemand, ja, maar dit is toch niet alleen maar chaos, pijn en lijden? Nee, het is niet alleen maar chaos, pijn en lijden. Het mechanisme zelf, oh, er is een bewustzijn dat iets opslaat, is ook alleen maar handig. Zodat als ik vraag, wat is dit, weet je, dat is een stift. Dat komt omdat je dat ooit geleerd hebt. Hoef je niet steeds opnieuw uit te vinden. Dus in die zin is het mechanisme waarin je de dingen opslaat, handig. Alleen de organisatie van het materiaal, zeg maar, daar mankeert het een en ander aan. Daar zijn koppelingen die niet kloppen. Daar heb je dingen ook ingestopt die van je voorouders afkomstig zijn. Dat noemen we error beliefs. Niet alleen van je voorouders, maar alles wat je geleerd hebt, wat eigenlijk niet klopt met hoe je systeem georganiseerd is vanuit de bron van wie je bent, heet error beliefs. En je herkent ze omdat ze in de buitenwereld chaos, pijn en lijden veroorzaken. En ook in je innerlijke wereld. In de innerlijke wereld kun je het ervaren als verwarring, als depressie, als ongerustheid, als zorgen maken, als verdriet, als afwijzing. Weet ik veel wat het allemaal teweeg kan brengen in die innerlijke wereld. Alles. Alle vervormingen komen hier vandaan, niet hier vandaan. Oké, waarom vertel ik je dit? Ik vertel je dit omdat energie zo stroomt. Dit is overigens maar een kaart, hè? Energie stroomt vanuit de bron van wie je bent, doorheen dit
mechanisme, dit deel van jou, de lower mind, om vervolgens zichzelf in de buitenwereld uit te drukken. Moet je je voorstellen, stel dat je in dit opslagbewustzijn geen enkele vervorming zou hebben aangenomen. Er zijn geen dingen als, ik ben niet goed genoeg, het lukt me niet, ik kan het niet, een dubbeltje wordt nooit een kwartje, het leven is moeilijk, het leven is zwaar, je moet heel hard werken, anders dan word je niks. Of alle andere overtuigingen die we daarin hebben opgeslagen, er is niets, het is volkomen vrij. Dan krijg je deze situatie. Ik kom naar een punt, hè. Ik houd het in de gaten. Hier is het nu. Als jouw I am, die heel uit is, vrij kan stromen door jouw onderbewustzijn, dan gaat die prachtige, helende, stralende, liefdevolle energie hier doorheen, stroomt vrij hier doorheen en kan zich vrij uitdrukken. De essentie dus van onze levensenergie is heelheid, is volmaaktheid, is vrijheid, is mededogen, is onvoorwaardelijke liefde, is gezondheid, is overvloed. Dus wat kom je buiten jezelf tegen in de uiterlijke wereld die enkel terugspiegelt wat er in die innerlijke wereld gebeurt? Ja, de uiterlijke wereld spiegelt enkel terug wat er in de innerlijke wereld gebeurt. Aan is genomen als waar. En ik heb net al deze kenmerken van onze energie uitgelegd. Dus wat kom je dan tegen? Precies dat. Heelheid, vervulling, onvoorwaardelijke liefde, steun, dat we met elkaar voor de wereld zorgen, etc. Het kan niet anders. Er bestaat letterlijk geen afgescheidenheid, wel diversiteit. Dus alle kwaliteiten die jij met je meebrengt, komen tot expressie in dit verhaal. Onvervormd. Het unieke van jou kan zich in dit verhaal, want dit opslagbewustzijn is van jou, helemaal vrijelijk uitdrukken. En zal zich in de buitenwereld laten zien, zoals het hier vrij doorheen heeft kunnen stromen. Echter, dit is het geval. Allemaal aannames, allemaal overtuigingen, pijn opgeslagen. En we hebben ons vereenzelvigd met het ik in ons hoofd, wat taal is. En taal krijg je als je twee bent, begint het woordje ik zichzelf te ontwikkelen. Maar je was al lang wat voordat je het ik in je hoofd kreeg. Je was al de presence, je was al de aanwezigheid. Goed. Dan ga je manifesteren. Nou leer je, oh, maar je kunt alles manifesteren. Het leven is maakbaar. Ja, nee. Ja, vanuit volledig 100% bewustzijn. Want wat gebeurt er nou wanneer je gaat manifesteren? Wat betekent dat? Oh, ik ga bewust iets creëren in mijn leven. Bewust. Wat zou er gebeuren als je dat hier vandaan doet? Hier ben je volledig afgestemd op de bron van wie je bent, die goddelijk is, die heelheid is. Die dus niet in tekorten kan denken. En in deze wereld is het zo dat energie aandacht volgt. Dat is de eerste spirituele wet. Dus de eerste spirituele wet, energie volgt aandacht. Dus wanneer je vrij zou manifesteren, je hebt hier helemaal niets aan troep zitten, kan er dus ook niks anders op je pad komen dan de heelheid in de volmaaktheid. Maar als je besluit om vanuit dit gegeven te gaan manifesteren, dan gebeurt er dit. A, je wil iets manifesteren, maar het gevoel van waaruit je iets wil manifesteren is een gevoel van tekort. Nou is je gevoel je powerhouse. Daar komt de manifestatiekracht vandaan. Wat je in je gevoel aanneemt als waar, dat daarmee omhul je jouw levensenergie en dat krijg je teruggespiegeld. Kun je dat volgen? Die gevoelswereld, je kan het ook in je lijf werkelijk ervaren,
geeft een frequentie weer. Dus stel, je wil heel graag financiële vrijheid. Maar je huidige situatie voelt als financiële onvrijheid. En vanuit die huidige situatie wil jij meer geld aantrekken. Oké, dus dat is je beginpunt, zonder dat je het echt weet. Je denkt, ik wil financiële vrijheid. In je gevoel echter zit het tekort. Dus op het moment dat je vervolgens bewust gaat creëren, je gaat visualiseren, je gaat zeggen, oké, maar dat ga ik doen. En dan zeggen ze, oh ja, dan moet je gewoon net doen alsof het er al is. En je denkt dat je dat doet, hoor je dat? Je denkt dat je dat doet. Maar in die gevoelswereld, in die onderlaag, zit de informatie, een dubbeltje wordt nooit een kwartje. Het zit je zo stevig aangenomen, of mensen met geld zijn niet leuk, of geld is the root of all evil, is de wortel van al het kwaad. He, dat zit in het collectieve net zo goed. Stel dat dat diep, diep, diep in dat onderbewustzijn verankerd ligt, in die gevoelswereld. En je wil die financiële vrijheid, je hebt het echter vanuit de tekorten, ben je het aan het creëren, je bent daar je aandacht aan het richten. Wat er gebeurd is, de energie van wie je werkelijk bent, die dus die overvloed in zichzelf al lang heeft, stroomt door dat onderbewustzijn heen, door die gevoelswereld heen en neemt daar de frequentie over van wat daar zit. Maar dat is niet het enige. Wat het tevens losmaakt, kan losmaken, is informatie die misschien al wel levenslang in je systeem heeft gezeten. Dat noem je karma. Vervormingen die al heel lang in je systeem zitten, die wakker kunnen worden gemaakt door bepaalde omstandigheden. Die vervolgens dus meestromen in datgene wat je aan het manifesteren bent, in die energie die je aan het oproepen bent, en naar je terugkomen. En dan zegt je systeem, hè, maar dat is niet de bedoeling, of wat gebeurt hier nou? En dat heeft alles mee te maken dus, dat je uitgangspunt verkeerd kan zijn, in de zin van uit een tekort. En niet vanuit, hé, ik erken wie ik ben en van daaruit ga ik mijn energie leren sturen vanuit afstemming op wie ik werkelijk ben, vanuit de heelheid van wie ik werkelijk ben, vanuit de erkenning van wie ik werkelijk ben. Vanuit de overgave. En ik doe het werk wat er voor nodig is. Niet door me hierop te richten, want energie volgt aandacht. En datgene wat je aandacht geeft, bekrachtigt zichzelf. Maar door me hierop te richten, mijn aandacht. En door te zeggen, oké, los dat en dat maar op. En ik doe niks, niks en nog eens niks. Ik hoop dat je begrijpt waar je mee te maken hebt als je bewust energie gaat oproepen, dat je dit onvermijdelijk daarin tegenkomt. En dat is niet om je angst aan te zagen, dat is een leuke uitdrukking, angst aan te praten, maar juist om een dieper begrip te krijgen van hoe je energie functioneert en dat dat altijd zo is. Dan kom ik nog even terug op energie volgt aandacht. We hebben allemaal dit. En we hebben ook misschien allemaal wel dingen gedaan om dingen op te lossen hierin. Als je jezelf echter daarop richt, energie volgt aandacht, richt je je levensenergie erop. En dat waar jij je levensenergie op richt, geef je dus letterlijk jouw kracht. Dus op het moment dat je denkt, ik heb enorme problemen en ik moet het allemaal gaan oplossen, dan breng je jouw levensenergie daarheen. Ik herhaal mezelf, dat ben ik van bewust hoor. Dus het is echt essentieel dat je gerichtheid, je gezicht, goed staat. De juiste kant opgericht is, je innerlijk gezicht. Zoals ik dat graag wil noemen. Dus is mijn innerlijk gezicht gericht naar het ego en ben ik daar helemaal van? Dan is dat wat ik bekrachtig. Of is mijn innerlijk gezicht gericht via de vlam in mijn hart? Opgericht naar het hoger zelf dat ik werkelijk ben. En van daaruit ga ik vanuit de liefde voor het leven, de liefde voor het hogere, die kracht oproepen van wie ik ben, door me heen te laten stromen naar, en nu komt het, volmaaktheid. Dat mag best even iets specifieks zijn. En het leuke ervan is dat als je energie oproept op deze manier en je doet ook het werk,
wat er voor nodig is om te zorgen dat dit zichzelf oplost, dan wordt je manifestatie misschien wel mooier dan je ooit had verwacht. Want wat hier vandaan kan komen is door dit niet te bevatten. Oké, nou haal even adem. En adem je in. En dan mag je dit zeggen. Ik ben het volmaakte begrip van datgene wat hier net is uitgelegd. En dan adem je in. En dan adem je uit. En dan doe je even niets. Wat je net hebt gedaan is als het ware een bewuste opdracht ingetypt in je computer. En die gaat nu doen wat je vraagt. Ik ben het bewuste begrip van alles wat hier net is uitgelegd. Je kan het trouwens altijd terugkijken. Dus als je even denkt, hé, hoe zat dat ook alweer? Ga je gewoon terug. Oké, ik heb een stukje over manifestatie gehad. Ik heb een stukje over het opbouwen gehad. We hebben ons stukje in de afstemming gebracht. Ben je daar nog? Check dat eens voor jezelf. Ben je nog in die vlam van je hart? Of zit je inmiddels in dit? Wat ook heel goed mogelijk is. Oké. Karma. Waarom ga ik daar iets over vertellen? Omdat je het tegenkomt. Omdat we het individueel tegenkomen. Omdat we het collectief tegenkomen. Omdat de wereld op dit moment zoveel disharmonie spiegelt, dat we niet anders kunnen, lijkt me op dit moment, dan de verantwoordelijkheid nemen wanneer we ons op het spirituele pad begeven en begrijpen dat de innerlijke wereld de uiterlijke wereld creëert. En dat dat zowel individueel geldt als het collectief. Je kan je letterlijk niet in iets bewegen als het niet ook in jezelf zit. Er is alleen maar jezelf. De uiterlijke wereld is enkel een spiegel, nogmaals. En daarin zien we branden en we zien dat de elementale wereld behoorlijk wat verstoring laat zien. Wanneer je ook eenmaal begrijpt, en misschien realiseer je dit nog onvoldoende of nog niet diep voelend genoeg, dat kan, dat alles met alles verbonden is, dan zijn wij dus verbonden met de elementale wereld, in de innerlijke wereld. In de innerlijke wereld. En die elementale wereld, aarde, water, vuur, lucht, laat een disbalans zien. En waar zijn wij uit opgebouwd? Aarde, water, vuur, lucht. Dus de disbalans die we buiten onszelf waarnemen, heeft te maken met de disbalans die er in onszelf heerst. Hoe zit dat dan met karma? Heel eenvoudig. Heel eenvoudig. Al het destructieve in ons leven, alle vervormingen, zijn een expressie van karma. Wat is dan karma? Energie die terugkeert naar de bron, die volmaakte levensenergie, die je omhuld hebt met zo'n laag van vervorming. Dat is wat het is, meer niet. En het kan allerlei situaties aannemen. Het kan van alles worden. Maar in essentie is elke vervorming hetzelfde. Hoe erg iets ook is. Als iets zich heel erg laat zien, dan is dat een indicatie dat er heel veel energie aan vooraf is gegaan. Dat energie bouwt namelijk momentum op. Dus zie je heel veel vervorming in iets terug, dan is daar in je onderbewustzijn heel veel aandacht naartoe gegaan en is daar heel veel energie voor opgebouwd. Dit heeft niks te maken met schuld en ik weet dat dat het eerste is wat het valse zelf zegt op het moment dat we het hierover hebben. Nee, elke suggestie dat ik zeg dat het je eigen schuld is, wijs ik hierbij af. Kijk even bij welke minuut dat is, 44:19. Mocht iemand dat ooit suggereren, dan kan je iemand verwijzen naar dit filmpje op 44:19. Zeg Marjolein, nee, het is niet je eigen schuld. Het heeft te maken met onwetendheid. Met het onszelf, ons bewustzijn hebben afgewend van bron, niet meer herinnerend wie we zijn, ons vereenzelvigd hebben met vals zelf, met allerlei concepten over hoe de wereld werkt. En vervolgens verstrikt rakend in die ogenschijnlijke realiteit, waardoor we niet meer begrepen hebben hoe energie werkt en hoe onze eigen
aandacht een cruciale rol speelt in al onze ervaringen. Zou je een kindje dat niet heeft geleerd wat warm is, het verwijten als het zijn hand op een verwarming zou leggen en zichzelf zou verbranden? Dan zeg je ook niet dat is je eigen schuld. Zo geldt dat ook hierbij. Dus nee, niks daarvan is je eigen schuld. Ja, je hebt onbewust of bewust, wetend of niet wetend, energie gekwalificeerd met onvolmaaktheid wanneer je onvolmaakte situaties tegenkomt. Dat heb je doorheen levens gedaan. En ook daarin moeten we vaststellen, we zijn in Nederland geboren, misschien ben je ergens anders geboren. Misschien heb je hier wel over geleerd. Ik in ieder geval niet. Ik ben niet opgevoed vanuit bewustzijn dat er een goddelijk bewustzijn is. Ik ben niet opgevoed vanuit er zijn meerdere levens. Dus dat weten is omhoog gekomen door in afstemming te zijn. Door mezelf te openen voor de bronenergie. Maar we hebben allemaal vele incarnaties gehad. Heel veel incarnaties gehad. En daar is geen bewuste herinnering op bij de meeste mensen. De laatste tijd bij sommige kinderen wel. Ik ken iemand in mijn omgeving die een kindje heeft. Die nog precies weet waar zijn ouders wonen. Waar precies en et cetera. Zelfs het adres. Dus dat kan. Voor de meeste mensen geldt dat niet. Dat betekent niet dat ze er niet zijn. Ik weet bijvoorbeeld al heel veel niet aan mijn jeugd. Op zich best knap. Maar ja, dus ja. Dus laat staan dat er herinneringen zijn uit vorige levens. Doch als je meer en meer focust op de vlam in je hart, gaat ook die informatie gewoon voor je open. Misschien niet zozeer specifieke informatie met betrekking tot wie je geweest bent, waar, wat dan ook, want dat is helemaal niet nodig. Als wel dat je weet en voelt dat het de waarheid is. Oké, wanneer je dus met bewustzijn gaat manifesteren, kan je ook die deuren openen? Kunnen er dus energieën van vorige levens weer wakker worden en geprojecteerd worden? Geprojecteerd, je bent dat licht, als een dia schuift het ervoor, waardoor je in de buitenwereld weer ervaringen ziet, die dus heel oud zijn, dus helemaal niks te maken hebben met wat er in het heden gebeurt. En dat noemen wij in de I'm Academy healing signals. Elke vervorming die je tegenkomt, laat je zien dat je nog lijnen hebt lopen met de vervormingen die je in je onderbewustzijn hebt opgeslagen. Dat is alles wat het is. Nou, die karmic return, zoals dat heet, vraagt om een actie. En als je dit niet leert, je bent dus maar lekker aan het manifesteren, maar je krijgt wel die karmic return terug, nou, dan kan dat best even voelen als een klap in je gezicht. Dus het is heel belangrijk dat je snapt van, oké, een vervorming die ik teruggespiegeld krijg, is een echo uit het verleden. Is een steen die ik in het water heb gegooid, waarvan de rimpeling nu naar me terugkomt. En daarin heb ik te reageren, want energie komt altijd terug naar de bron. Dus ik ben de bron. Kan even pijnlijk zijn hoor, is niet leuk. Als je iets onder ogen moet zien, ik bedoel, ik heb zat dingen waarvan ik dan denk, oh my god, ja, lijn. Jij hebt het ooit uitgestuurd, want jij bent degene die dit tegenkomt. Dus je ermee vereenzelvigen, dat betekent er weer opnieuw ingaan. Het aanvaarden van, oh god, het is een heel verhaal en je stapt er weer in. Daarmee bekrachtig je dat karma alleen maar. Het zal niet weggaan, want energie volgt aandacht en je voedt je levensstroom erin. De juiste actie, wanneer je eenmaal in deze materie zit, is de volgende. Er komt wat naar je terug. In plaats van dat je in paniek gaat, in plaats van dat je gaat reageren, er een reactie naartoe brengen, energie, lees, in plaats van dus dat je het gaat voeden, ga je dat niet doen, ga je jezelf terugtrekken. Tenzij je natuurlijk direct moet handelen, dat is wat anders. Maar op het moment dat je tijd hebt, trek je jezelf terug in die vlam van je hart. Ga je in de connectie met je ware zelf. Adem je, word je rustig. Roep je bescherming op. En dan zeg je, ik kom dit tegen in de buitenwereld. En hoe vervelend het ook is, ik snap dat het energie is uit het verleden die ik weer teruggespiegeld krijg. En ik neem er verantwoordelijkheid voor. En dan kun je twee dingen doen.
Namelijk jezelf beroepen op de wet, luister goed, de wet van vergeving. En de wet van vergeving is een wet. Dus op het moment dat je die aanroept, dan begint die voor je te werken. Dat is dus geen daad. Ik ga niet iets vergeven. Nee, ik roep een energie op waarin vergeving besloten ligt, die vervolgens door mij heen stroomt. En dat waar ik schuld heb aanvaard, want zo werkt het dus, in ons onderbewustzijn liggen allerlei dingen van schuld en schaamte en boete, die lost die op. Door jou, voor jou, als jou en let op, als alles en iedereen om jou heen. Dus iedereen die betrokken is bij datgene wat zichzelf laat zien in je wereld, bij die vervorming, wordt meegenomen in die heling. Beste, beste nieuws. Vraagt focus, vraagt toewijding, vraagt dat je authentiek en genuine bent. Oprecht bent. Als je niet oprecht bent, gebeurt er niet zoveel, maar in de oprechtheid, in het verlangen het op te lossen, meer liefde terug te brengen, gebeurt het voor jou, door jou, als jou, als alles en iedereen om je heen. Dus dat is stap 1. Nee, stap 2 eigenlijk. Verantwoordelijkheid nemen, vergeving vragen. En dan. En morgen ga ik hier een meditatie over geven met Laurentien ten Bos van Food Matters. Zit er in ons hogere bewustzijn, deel van dit, de violette vlam. Dan heb ik geen violet. Dat doen jullie maar even lekker. Alsof het dit is. De roze. Ook leuk. Dit is een vlam. Als je denkt, wat tekent ze? Geef me even een momentje. Even zorgzaam zijn. Want deze vlam mag vanaf nu gewoon je alle beste nieuwe vriend zijn. Deze vlam, die deel is van je hogere bewustzijn. In je innerlijke wereld is een frequentie. En als je jezelf beroepen hebt op de wet van vergeving, je hebt dat een tijdje gedaan en je voelt ineens een soort van verlichting ten aanzien van de situatie waarin je zit. Ja? Je roept die vlam op, dan komt deze frequentie door jou heen, terwijl jij stil zit. En die frequentie stroomt door jouw lichaam heen, stroomt door je gevoelswereld heen, stroomt door dat mentale veld heen. En lost daar alles op waarmee jij jouw levensenergie omhult hebt. En dit is geen verbeeldingskracht. Dit is een ware kracht die in jou zit. Op het moment dat je dat doet, maak jij dus jouw energie schoon. En datgene wat weer naar je terug is gespiegeld, maak jij schoon. En als je dan vervolgens in staat bent om in de liefde van je hart te blijven en niet opnieuw in de verhalen te schieten, maar gewoon in die heelheid te blijven staan, dan stroomt die energie weer door jou heen en vervolmaakt de situatie buiten je. Is dat dan direct? Dat kan. Het kan even duren, het kan ook even een vorm aannemen die je niet verwacht, maar en. Omdat je dit werk hebt gedaan en je weet dat energie aandacht volgt en je weet dat je hogere zelf volmaaktheid is, dan weet je ook dat het resultaat van het werk wat je doet niets anders kan zijn dan volmaakt. En dat het misschien even tijd vraagt, want in dit gebeuren hebben we tijd bedacht. Dus ja, sommige dingen duren even. Sommige dingen kunnen eerst een vorm aannemen die jij niet had verwacht, waardoor de programmering weer aan kan gaan en kan zeggen, maar ik heb dat werk toch gedaan en maar ik zie toch, nu zie ik geen resultaat. Nee, dan moet je leren dus om je mond te houden. Zodat de energie die je hebt opgeroepen zijn werk kan doen door jou, voor jou, als jou, nogmaals, als alles en iedereen om je heen. En dan, lieve kijker, vouwens is krant, maar dat is dit niet hoor, dat is geen kabeltje. Daar moet ik aan denken, lieve kijkbuiskindertjes. En dan, lieve krachtige spirituele wezens die jullie zijn, wat er dan gaat gebeuren, is dat datgene wat je manifesteert voorbij gaat aan dat wat je had kunnen bedenken dat je zou willen. Dan kan het hoogste gemanifesteerd worden. Dan komt het mooiste door je heen. En nu komt het allermooiste cadeau van alles, je bewustzijn wordt bevrijd. Het doet er niet eens meer toe wat je op het niveau van de persoonlijkheid misschien had willen hebben.
Misschien ging het daar over een horloge. Of over een jas. Of over een huis. Of over een baan. Maar op het moment dat je meer en meer gefocust bent in die vlam van je hart, gecentreerd bent in de heelheid van wie je bent, zijn die uiterlijke omstandigheden vallen in het niet bij de pracht en de kracht van wie je werkelijk bent. Het kasteel zit in jezelf. De mooiste relatie die je kan voorstellen zit in jezelf. De mooiste liefde zit in jezelf. En in dat voelen van dat het kasteel in je zit, zo zal die zich externaliseren. In het voelen van dat de liefde, die hoogste liefde gewoon in jou zit, zal die zich buiten jou externaliseren. In het voelen van de overvloed die er in je zit, die oneindige energie die geen grenzen kent, geen einde kent, dat die in je zit, zal de overvloed zich buiten je externaliseren. En stijgt het boven alles uit wat je ooit had kunnen bedenken toen je bewuste mind zichzelf nog vereenzelvigd had met het onechte zelf wat zich in je hoofd ophield en allerlei praatjes had. Daarom wilde ik dit webinar geven. Omdat ik sterk voel dat we als mensheid deze stap te maken hebben. Dat die voorbij gaat aan onze eigen behoeftes. Maar dat die gaat naar het terugbrengen van de heelheid in ons die zich vervolgens in de gehele maatschappij buiten ons zal weerspiegelen. Waar we hier een maatschappij hebben opgebouwd die gebaseerd is op afgescheidenheid. Kan vanuit de heelheid van wie we zijn er diversiteit in eenheid worden gecreëerd in die buitenwereld, in de mate waarin we dat in onszelf kunnen accepteren. Kunnen begrijpen dat we allemaal een druppel zijn van die ene die alles is. En dat in ons dus allemaal die goddelijke kwaliteiten besloten liggen. En dat het voor iedereen zo geldt. En dat we ons helemaal niet bezig hoeven te houden met anderen, maar alleen maar met onszelf. Want op het moment dat wij die poort openzetten naar de presence van wie wij zijn, en we die energie de volledige vrije hand geven om door ons heen te stromen, stroomt dat ons veld in en raken we iedereen aan die om ons heen is. En zo wordt dit verspreid. Zoals een virus zich kan verspreiden, maar dan vele malen krachtiger. Maar daarom is het nodig dat we leren autorijden en de verkeersregels leren. Dat we de grotere plaatjes leren zien. Dat we de juiste cognitie hebben. En dat we dit wat ik je nu vertel heel praktisch toepassen in ons leven. Street Smart Spirituality, daar staan wij als I'm Academy voor. Dat betekent niets meer en niets minder dan hoe ga je om in het moment met dat wat je tegenkomt. Hoe blijf je in het moment gefocust op de presence van wie je bent? Hoe breng je de liefde van wie je bent voort in je denken, je voelen, je handelen, in het praktische? Hoe vertaalt zich dat dan op het moment dat het even tegenzit? Hoe ga je om met programmeringen die in jezelf actief zijn en die van de ander? En hoe wordt jouw leven de puurste manifestatie van de liefde van wie jij werkelijk bent? Hoe kan je dat neerzetten? Daar ben jij de poort voor. Daar zijn wij allemaal de poort voor onszelf. Dat we dat weer terug mogen brengen in ons leven op deze aarde. En dat is de nieuwe aarde. Maar het is in feite gewoon de aarde, de werkelijke aarde. De essentie, onze aard. Ja. Iemand vraagt, dus trauma, ik zie toevallig, dus trauma vanuit een toxische relatie met een narcist, is dit toepasbaar? Ja. Oké. En ik kan hier uit eigen ervaring spreken. Dus als je het durft, wanneer je in zo'n situatie hebt gezeten, de relatie was toxisch, was met een narcist. Vind je zelf, hè? Je labelt het. Oké. Als je durft, kijk je er zo naar. De buitenwereld is een spiegel van mijn binnenwereld.
Dus als ik in zo'n soort relatie heb gezeten, dan spiegelt dat enkel iets wat ik in mijn binnenwereld heb geaccepteerd als waar. Goed ademen terwijl ik dit praat, want er kan van alles gebeuren in je systeem. Goed ademen en luisteren. Het laat alleen maar iets zien wat je hier hebt opgeslagen. En in de buitenwereld wordt dat weerspiegeld. Dus, als je me net goed hebt gehoord, dan snap je, dit is een vervorming in mijn innerlijke wereld. Ik hoef niet te weten waar dat vandaan is gekomen. Kan van levens geleden zijn. Ik ervaar het als een trauma. Op dat niveau waar je dat ervaart, klopt dat ook, want dat is dit. Daar voelt dat ook werkelijk. En omdat het daar werkelijk voelt, reageert het lichaam daar ook op. Dus als je in zo'n situatie hebt gezeten, je hebt er langere tijd in gezeten, is een stukje ademwerk bijvoorbeeld heel goed om dat te releasen uit je lichaam. Want dat niveau heeft dat ook werkelijk als waarheid ervaren. Maar we praten nu even uit deze context als antwoord op de vraag, hoe zit dat met een trauma ten aanzien van een toxische relatie en een narcist? Ja? Oké. Dus op het niveau van het lichaam heb ik daar wellicht iets te doen in ondersteuning. Inmiddels, vanuit dit materiaal, weet ik nu, het is een spiegel van iets in mij. Ik weet niet wat, doet er niet toe. Maar ik ga zitten, ik ga in die afstemming en ik ga me als eerste, nadat je bescherming hebt opgeroepen, beroepen op de wet van vergeving. En hier kan best het een en ander omhoog komen als je dat doet, als je in zo'n situatie hebt gezeten. Terwijl je zo zit en je zou zeggen, ik beroep me, de wet van vergeving. Voor alles wat ik heb gedacht, wat ik heb gevoeld, wat ik heb gezegd, waardoor ik mezelf in zo'n toxische relatie heb gezet, waardoor ik daarin terecht ben gekomen. En dan adem je. En dan kan je, als je Ho'oponopono kent, bijvoorbeeld zeggen, het spijt me, vergeef me, dankjewel, ik hou van je. En je herhaalt dat. Maar sta je ook toe om daar diep in te gaan, om echt te voelen van oké, ik neem de verantwoordelijkheid voor en ik beroep me op de wet van vergeving. Er kan emotie komen dan. Dat laat je gewoon gebeuren. Je hoeft daar niet in te gaan, je hoeft het niet weg te duwen. Je laat het gewoon gebeuren, terwijl je het herhaalt. En je zegt steeds, ik beroep me op de wet van vergeving. En dan roep je die violette vlam op. Ik roep nu de vergevende genade op van de violette vlam om in en om me heen te komen. En alles wat ik heb gedaan op te lossen. In het niets van wat het werkelijk is. Of welke woorden je dan ook wil geven. En dat ga je ook herhalen. Herhalen. Toelaten. Kan van alles gebeuren in je systeem. Je kan weerstand tegenkomen. Je kan ongeloof tegenkomen. Je kan verslaving aan de drama tegenkomen. Wat het ook is. Jij blijft daar staan in die vlam van je hart. En je laat de heling gebeuren. Het kan zijn dat je dit heel vaak moet doen. Als je al lang in zo'n situatie hebt gezeten, is er veel energie aan opgebouwd. En dan wordt dat ontladen. Elke keer als je zo'n meditatie doet. Totdat je ineens merkt dat je vrij bent. En dan kan je letterlijk nooit meer in zo'n relatie terechtkomen. Tenzij je weer van alles gaat vinden. Dan zou het natuurlijk kunnen gebeuren. Maar je kan jezelf hier dan van dus bevrijden. Naast dat je misschien andere hulp ook moet aanvaarden. Weet je, naast misschien inderdaad wat ik net zei, dat Soma, Evelyn geeft Soma Breath bijvoorbeeld. Prachtige manier om dat te doen. Of misschien moet je naar een haptonoom gaan om weer verbinding met je lichaam te voelen, weet je. We denken altijd vanuit presence, vanuit I am, en. Dus. Lexi zegt, ik word telkens ontslagen, ondanks liefdevolle houding, goede band met collega's, maar altijd de botsing met ogenschijnlijke meerdere. Autoriteit. Lieve Lexi. Dat is een herinnering die je projecteert. En daarom krijg je dat steeds te zien. Dus ook daarvoor kan beroepen op de wet van vergeving, de violette vlam, meditatie helpen. Het kan ook heel goed helpen om eens heel rustig te gaan zitten. En als je dit boek nog niet hebt, koop hem. Als je hem hebt, sla hem gewoon open en dan zeg je, welke woorden spreek ik uit om de oorzaak op te lossen die maakt dat ik steeds ontslagen word. Dan sla je dat boek open. En dan staat hier, helende prayer voor psychische implantingen. Of je krijgt een andere prayer. Niets van vinden. Ook niet toestaan dat het denken een verhaal begint te houden over dat wat je leest. Nee, je gaat gewoon die prayer doen.
En dan schrijf je eerst op, hoeveel lading voel ik bij dat steeds ontslagen worden? Van 0 tot 10. 0 is niks, 10 is verschrikkelijk. En die gebruik je om te kijken hoe vaak je zo'n prayer moet doen. Hoe vaak je die meditatie moet doen. Want je wil hem uiteindelijk naar 0 brengen. En vanuit die 0 toestand ga je vervolgens kwalificeren met volmaaktheid. Dat kan je ook al tijdens doen. Ik kwalificeer dit met absolute situatie, met absolute volmaaktheid. En zo ga je jezelf hier uithalen. Maar wat je ervaart is een herinnering. Het heeft niks met het nu te maken. Oh, ik zie ineens een van Vera. Lieve mooie lijn, mijn hart stroomt over van liefde en dankbaarheid voor wat jij in de wereld de mensheid biedt. Dank u, je naam. Zo is het. You are one. Zo is het. Ik kwalificeer het effect van deze sessie met absolute volmaaktheid. En ik ben de tegenwoordigheid die nu door jou heen stroomt en alles wat ik heb verteld opslaat op een plek in je onderbewustzijn waar het altijd toegankelijk voor jou blijft, indien nodig in de toekomst. En ik ben de tegenwoordigheid die ervoor zorgt dat als jij iets nodig hebt van dit webinar, dat het in jouw bewustzijn verschijnt op het moment dat jij het nodig hebt, zodat je het praktisch kunt toepassen. En dat je jezelf daardoor bevrijdt uit de vervormingen waarmee je jezelf vereenzelvigd hebt. En dat je weer teruggebracht wordt in het licht van wie je werkelijk bent, zodat je een poort wordt voor de heelheid van wie je bent en deze als een stralende zon door jou heen mag stralen in alles wat jij denkt, in alles wat je voelt, in alles wat je zegt, in alles wat je doet en overal waar jij gaat of staat. Dit is mijn bevel. En dit moet gebeuren, want energie volgt aandacht. En ik accepteer dit. Zeg maar, ik ben voor. Ik ben voor. Ik ben voor de heelheid. Ik ben voor de liefde. Ik ben voor de eenheid. Ik ben voor het terugbrengen van de waarheid in ieders leven. Zodat we alle, als we elkaar tegenkomen op straat, elkaar in onze ogen kunnen kijken en zeggen: en dit is de wereld waarin we willen leven. Laat de liefde regeren. Let love rule. Dankjewel. Ik ben voor geweldig. Ik ben voor al het constructieve en al het goede en al het schone en al het ware. Ga staan in je kracht, in de heelheid van wie je bent. Open je hart en zeg stop tegen de negatieve gedachten. Nu weet je, het heeft niks te maken met wie ik ben. Stop daarmee. Laat het niet meer toe. Zodra je iets denkt over iemand, trek het terug en laat de zon schijnen. En zo brengen we de hemel terug op aarde. En let's do it, want we kunnen dit. Ja? Dat is zo leuk ook, Selma. Ik ben voor, ik ben voor, ik ben voor. Ja. Dank jullie wel voor het kijken. Doe er wat mee. Kijk het terug eventueel. Voel je ook vooral welkom om je bij ons aan te sluiten als je iets leuks zoekt. We hebben mooie, zuivere informatie voor je. We hebben mooie programma's, betaalbare programma's voor je. We hebben een jaartraining. Als je je helemaal wilt onderdompelen, je bent zo, zo welkom. Zodat je kan gaan ervaren hoe het is om echt vanuit de verbinding, vanuit wie je werkelijk bent, je leven vorm te geven. En de heelheid teruggebracht wordt in alles. Dank je wel. Van mijn hart naar jullie hart. En ik wil mijn team weer bedanken die hier weer tijd aan gegeven hebben. Lieve D, dankjewel. Lieve Evelyn. Lieve Lucia. Lieve Nelleke. Geloof ik. Zag je die ook? Alle andere lieverds. Regina zegt nog iets. Geldt het ook bij ernstige lichamelijke problemen? Ik ben vooral terugkrijgen van mijn gezondheid geïnteresseerd. Dankjewel voor je advies. Ja. En hoe doe je dat? Hetzelfde als wat ik net zei. Leren om de focus te brengen op de vlam in je hart. En hier ga je tijd aan geven. Hè? Dit kost tijd. Als je ernstige fysieke problemen hebt, is er nogmaals al veel energie aan vooraf gegaan. Het is niet je schuld. Ik zeg nog een keer, 1 uur 9. Niet je schuld. Heeft er niks mee te maken. Je lichaam is als een spons geweest en heeft vervormingen opgezogen. Dus wat je kan doen dan, is in meditatie, dan neem je ook echt een uur, dat doe ik ook. Ik neem een uur of anderhalf uur. Ga zitten, ga ademen, vlam van je hart. Ik maak de verbinding. Ik roep bescherming op. Doe prayer 1, 3 en 10 uit dit boek. Ik doe dat langzaam en ik doe dat rustig, totdat ik echt voel dat de energie antwoord geeft. En dan ga ik heel veel vergeving vragen. Heel veel en heel lang herhaal ik beroep me op de wet van vergeving.
En dan vervolgens roep ik de violette vlam op. En die wijs ik gewoon aan. Ik heb pijn in mijn enkel. Ga maar naar mijn enkel. En dan zeg ik, los op maar dat, daar wat daar zit, wat daar die pijn geeft. En als je dit als practice doet, iedere dag ga je verschuivingen in het fysieke merken. En daarnaast doe je natuurlijk wat er nodig is. Weet je, heb je misschien ook fysiotherapie of doe je andere dingen. Maar dit is één van de dingen op het energetische niveau. Je werkt dus op de energie, waardoor je de heelheid kan herstellen in het lichaam. Daarnaast kan je prayers doen. Dan vraag je gewoon welke woorden spreek ik uit om de oorzaak op te lossen waardoor mijn lichaam zoveel vervorming uitdrukt. En dan open je. Dan krijg ik weer helende prayer voor psychische implantingen. Ik ga maar even doen zometeen. En zo ga je stapje voor stapje voor stapje elke dag jezelf in de innerlijke wereld richten op het bekrachtigen van de verbinding met het zelf en het zelf oproepen om je te helpen je gezondheid te herstellen. En dan vervolgens zullen er ook ingevingen komen in het persoonlijke om acties te nemen die wellicht ook daarin ondersteunend zijn. Dus ja, dit is ook belangrijk voor iedereen die kampt met fysieke problemen. Wil graag mijn strijd opgeven met de kracht van mijn partner, diep verlangen, maar val weer terug, voel ik teleurstelling. Wat te doen? Waar je eigenlijk mee strijdt is jezelf. En het uitzicht in de buitenwereld via je partner. Dus het is eigenlijk hetzelfde als wat ik net zei. Innerlijk richten. In de innerlijke wereld zit mijn probleem, niet in de uiterlijke wereld. Dat gaan erkennen. De uiterlijke wereld weerspiegelt de innerlijke wereld. Dus waar zit het probleem met mijn partner? In mij, niet buiten mij. Dus waar ga ik het oplossen? In mij. En dat doe je op dezelfde manier als wat ik je net heb verteld. Dus daar ga je aan werken. Voor zeg je niks. En dan als vanzelf gaat de energie veranderen tussen jou en je partner. De dynamiek gaat veranderen tussen jou en je partner. En ik ben de volmaaktheid in deze situatie machtig, meesterlijk zelf. In iedereen die nu luistert, komt tevoorschijn en neem de leiding. En vul. Doe eens dit. Ga eens gewoon zo zitten. Maakt niet uit of je het stom vindt hoor. Mag gewoon. Ga eens gewoon zo zitten. En zeg je kom maar. En dan zeg ik vul. Iedereen die kijkt. Met de stralende, helende kracht van het goddelijk zelf. Stroom door de gevoelswereld heen. En verteer. Alles wat er nu verteerd mag worden en kan worden. Het chaos, pijn en lijden veroorzaakt. Hoe het zich ook projecteert. Zeg maar, kom maar, stroom maar door mij heen. Als het hoofd zegt, ik vind het raar, zeg je, ja, is goed. Maar jij bent degene die steeds al die problemen veroorzaakt, dus hou jij hem op maar. Ga jij maar ergens anders heen? Kom maar terug als je normaal kan doen. Dat is ook een leuke. Ga jij maar naar de vlam van het hart van mijn hoger zelf en kom maar terug als je normaal kan doen. Echt, het is nu afgelopen. Ondertussen mag jij gewoon dit ontvangen en door je heen laten stromen. En dan zegt je hoofd, kan het zo simpel zijn? Dan zeggen we, ja, natuurlijk. Je hoofd doet precies hetzelfde, maar doet het tegenovergestelde de andere kant op. Kom maar heling, kom maar stroom maar door mij heen en heel dat maar wat ik hier gespiegeld zie. Kom maar violette vlam, verbrand maar wat ik hier gespiegeld zie. En je kwalificeert dit nu met volmaaktheid. En zo ga je ermee om. En moet je dan nog iets aanstippen met de ander? Dat zou best kunnen, maar als je dat dan doet, dan komt dat vanuit deze plek. Dan komt het niet vanuit je pijn. Dan komt het niet vanuit hij wijst me af of zij wijst me af. Of wat het dan ook is, waar dat valse zelf jou mee in zijn greep heeft. En dan kan er alleen maar meer liefde uitkomen. Ja. Ik wil mijn zoon helpen die door omstandigheden eenzaam is, geen school en werk heeft. Hoe kan ik hem hiermee helpen? Monique, lieve schat. De innerlijke wereld creëert de uiterlijke wereld. Dus je zoon zit eigenlijk in jou. Dus als jij in jezelf, precies wat ik net weer zei, beroept op de wet van vergeving voor dat wat je waarneemt, voor jouw aandeel daarin, niet met schuld te maken, nogmaals,
En je gaat vervolgens de violette vlam oproepen. En je zegt, machtig meesterlijk zelf in mijn zoon. Kom, ik heb ook een zoon. Kom tevoorschijn, neem hier de leiding. En Monique doet niets, niets en nog eens niets. Marjolein doet niets, niets en nog eens niets. Het is niet aan ons om te bepalen hoe dat zichzelf moet vormgeven. Als je dat goed kunt, en daar zie ik elke dag het bewijs van, dan gebeurt er iets in die buitenwereld. Als ik met mijn zoon iets heb en ik ga het op het niveau van Marjolein proberen op te lossen, dan hoe noem je dat? Botsen wij toch tegen elkaar? Dat is niet normaal meer. En dan zegt het valse zelf in Marjolein, oh my god, weet je wel? Je kan het niet eens voor jezelf voor elkaar krijgen. Mijn zoon, wat dat betreft, kan echt alle knoppen indrukken die bij mij in te drukken valt. Die relatie, moeder-zoon, moeder-dochter, het vader-zoon, vader-dochter. Weet je, die relatie haalt van alles in ons omhoog, omdat we daar van alles over hebben opgeslagen. Maar de weg eruit is altijd naar binnen en niet naar buiten. Je helpt je zoon door jouw zoon in jezelf in de volmaaktheid te leren zien. Dan help je je zoon. En hoe doe je dat? Door je te beroepen op de wet van vergeving, door de violette vlam. En door steeds te zeggen, ik ben de volmaaktheid in mijn zoon en dat is wat ik zie. En zo zal hij dat gaan uitdrukken, want dat kan niet anders. Hoe ga je om met het verlies van je partner, zegt Lutgard. Nou. Er is een allereerst gecondoleerd. En dit is een deel van een heel groot verhaal. Namelijk dat wij de dood zijn gaan accepteren als het einde. En dat is het. En er zit heel veel angst en mystiek om de dood. Terwijl als we gaan kijken vanuit presence, is iedereen die ons ontvallen is via de vlam in ons hart nog steeds deel van onze innerlijke wereld. Alleen in de fysieke wereld is die persoon er niet meer. En je hebt te maken met van alles wat er over dood in je systeem is opgeslagen. En wat het niet allemaal triggert als je iemand verliest en als je alleen bent en weet ik wat allemaal. Dus daar zit nogal wat op. Ik zou tegen je willen zeggen dat je heel veel mededogen mag hebben met jezelf. En ik zou je adviseren om de prayer, het helen van het verlies van een partner, te doen. Kijken of je die kan vinden. Als iemand weet, iemand wat, welke prayer dat is. Die is zo mooi. Zo lief. Oh ja, prayer 28. Behandeling voor het helen van het verliezen van een geliefde. Als je die, ga eens die dagelijks doen. En die ga je heel langzaam zeggen. En je laat gewoon het verdriet wat er in je opkomt gewoon komen. En je zal merken met elke keer als je die doet, wordt er in jou wat geheeld. En kom je meer en meer in contact met dat diegene wel fysiek verdwenen is, maar niet in de energie. En gewoon het zuivere zelf van diegene is gewoon bij je. Altijd geweest, zal altijd zijn. Maar kan je dat beter voelen? Omdat in de chaos van de pijn je de frequentie van die geliefde niet meer kan voelen. Ja, ik hoop dat je daar wat aan hebt. En angsten. Je leeft allang met angst. Los je het dan ook op door middel van meditatie en de wet van vergeving op te roepen. Een angst laat je zien dat je niet in verbinding bent. Dat laat het je zien. De angst laat je vooral zien dat je met je aandacht in de programmeringen zit. En omdat hij naar je gevoelswereld gaat, lijkt het allemaal heel echt. Kan je echt helemaal verstijven, right? Lost het op door de wet van vergeving aan te roepen en de violette vlam? Ja, want dat kent geen weerstand. Het kent geen tegenstand. Dus ja. Lost dat direct op? Soms kan dat zo zijn. Soms kan het tijd vragen. Maar consequent je leren richten op de vlam in je hart. Consequent meditaties doen vanuit verbinding. Lost dat op. Want in de waarheid van wie je bent bestaat geen angst. Die kent geen angst. Voor mij is angst echt een aanwijzing dat ik niet gecentreerd ben. En dat ik mijn werk te doen heb om weer met mijn bewustzijn te kunnen leunen in die vlam van je hart, in die geheime kamer. En daar de kracht van wie ik ben weer te voelen. Dus dat, voor mij is dat gelijk een teken van aan de slag.
Ja, Desiree zegt heel terecht. Met een coach werken. Kijk, als je helemaal wordt gegrepen door angst en je kunt dit proces wat ik je net vertelde niet zelf doen, dan is hulp natuurlijk heel goed op zijn plek. Nogmaals, vanuit I am kijk je altijd en op alle lagen. We wijzen niets af. We kijken naar datgene wat kan me helpen, wat kan me bekrachtigen. Maar als je met een coach of therapeut gaat werken, is het wel fijn als dat iemand is die begrijpt dat energie aandacht volgt. En die snapt hoe de spirituele wetten werken. En die snapt dat er in ons een kern is die al heel is en die je daar naartoe kan leiden. En die je kan leren hoe je jezelf daarin bekrachtigt. Want anders werk je jezelf eigenlijk weer alleen maar tegen. Als je een tweelingziel hebt, heb je dan hetzelfde hoger zelf? Weet je, dat zijn vragen. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik mezelf daar helemaal niet mee bezig hou. Omdat ik merkte dat toen ik in die materie kwam, dat eigenlijk zoveel afleiding gaf van dit, dat ik dacht, daar heb ik eigenlijk niks te zoeken. Dus ik ben me daar niet meer mee bezig gaan houden. Mijn focus is enkel en alleen op het bekrachtigen van de waarheid van wie ik ben. En de vervormingen die ik tegenkom, door middel van afstemming op de bron te laten oplossen. Zodat de waarheid van wie ik ben meer en meer en meer zichzelf kan vormgeven. En hoe daar tweelingzielen in passen, heb ik geen antwoord op. Dus, hoe kom ik aan de meditatie van de violette vlam, zegt Vivian. De Engelse meditatie is er, want ik heb 2 weken geleden samen met Laurentien ten Bos van Food Matters, een Australische organisatie, een podcast gedaan. Je kan die podcast ook beluisteren. Die staat op onze website. Daar kan je heen gaan. Daar kan je ook een Engelse violette vlam meditatie aanvragen. De Nederlandse is nog in de maak. Oh, de affirmatiesessie van afgelopen woensdag, die kan je op onze site overigens kopen voor €9,95. Dat is een violette vlam meditatie. Ik herinner me dat ineens. Dus daar kan je die kopen. Ik wil nog wel wat vragen doen hoor, als jullie willen. Welke prayer voor vertrouwen in de romantische liefde, zegt Pauline. Mooie vraag. Ik zou zeggen, allereerst, de liefde die je buiten jezelf tegenkomt is een expressie van de liefde die in de innerlijke wereld vormgevat heeft. Dus hoe jij denkt dat dat allemaal is. Je hebt in ons boek behandeling voor het aantrekken van een volmaakte partner en metgezel. Die is echt heel leuk om te doen. Nummer 167. Dus, ga die maar doen. En ga vervolgens vragen om alles, welke prayer spreek ik uit, om alle ideeën die ik heb, die niet kloppen met hoe liefde echt is, op te lossen. En dan ga je gewoon zitten. Je slaat het boek open op een willekeurige pagina. En dan staat er, prayer 89, gesteund worden door andere mensen. Leuk, hè? En dan doe je die. En zo ga je steeds verder en los je dingen op die je hebt aangenomen in het onderbewustzijn. Die dus manifesteren in de buitenwereld. Welke prayer voor een collega waar ik steeds ruzie mee heb? Cher, heb jij dit boek? Heb je dit boek? Als je dit boek hebt, Cher, wil je dit boek eens pakken en hem dan open doen? En dan zeg je, ah, goed zo. Pak hem eens. En dan zeg je gewoon, welke prayer spreek ik uit om de oorzaak te harmoniseren van de ruzie die ik steeds heb met collega X. En dan ben ik benieuwd welke prayer daar komt. Ik zou ook zeggen, wet van vergeving aanroepen. Geweldig bij dat soort dingen. Prayer 41. Prayer 41. Behandeling voor volmaakte, harmonieuze relaties thuis en op het werk. Hele mooie. Heel vaak gedaan. Nou, kun je al in ieder geval mee beginnen. Ja, snap je? Lieverd, we hebben alles in ons. We kunnen alles oplossen, maar we hebben even soms die, weet je, die richting nodig. Dit is echt een mooi hulpmiddel. Als je merkt dat je vervormingen tegenkomt, om jezelf weer terug te brengen in de verbinding, om datgene op te lossen wat je buiten jezelf waarneemt. En er zit een gratis cursus bij, waarin ik je uitleg hoe je het kan gebruiken. Ja, dus God in een boekje.
Why not? Ja. Wat als je steeds borderline narcisten tegenkomt? Dat heb ik je al net uitgelegd. Kan je nog een keer terugkijken? Als je terugkijkt naar wat doe je als je in een narcistische relatie bent geweest, in een toxische relatie. Het is eigenlijk gewoon hetzelfde als wat ik je daar heb uitgelegd. Vraag je, heb je die prayers doorgekregen of zo? Die prayers die zijn vertaald uit het boek Instant Healing, waar ik heel lang mee gewerkt heb. De materie die ik verder met je deel is wat ik kan zien innerlijk. Ik kan in de innerlijke wereld zien hoe het werkt en dat vervolgens aan je uitleggen. En dat zal je herkennen, omdat het bij jou ook zo is. Maar de prayers zijn door Susan Chomsky gecreëerd en die hebben wij mogen vertalen als I'm Academy in dit boek. En dat hebben we gedaan omdat het onzin is om ze allemaal zelf te gaan verzinnen als ze al zo mooi bij elkaar gehaald zijn. Ja. Hoe vaak kun je een prayer herhalen? Zo vaak als je voelt dat nodig is. Zo vaak als je voelt dat je nog die bepaalde dingen tegenkomt. Ik doe nog dagelijks prayers en ik doe ze al 13 jaar of langer. Maar kan ik de cursus dan toch erg vinden? Wat bedoel je? Ik weet niet zo goed wat je bedoelt, lieve Lexi. Hoe roep je de wet van vergeving aan? Ik beroep me op de wet van vergeving. Leuk, hè? Het is heel makkelijk. En waarvoor dan? Voordat ik die en die en die heel erg stom vind. Of voordat ik vandaag super chagrijnig was. Of voordat ik onaardige dingen heb gedacht. Of whatever. En dan zeg je, en ik ben de wet van vergeving. En dan wacht je. En dan herhaal je. En dan wacht je. En dan herhaal je. Zo roep je de wet van vergeving aan. Of je koopt het boek en dan staan er hele mooie vergevingsprayers in. Kan je ook doen. Oh, waar kan ik de cursus vinden? Staat achterop het boek. Er staat www.iamacademy.nl/boek. En dan krijg je een gratis cursus. De wet van vergeving, waar vind je die? Die vind je niet... Ergens, ja, dan moet je allerlei boeken gaan lezen. Engelse boeken vooral. De I Am Discourses kan je het bijvoorbeeld in vinden. Zoek dat maar eens. I Am Discourses. Carola, ben je daar ook? Leuk, lieverd. In je hartje. Dat is helemaal waar. Ja. Ik ben altijd zo moe. Hoe los ik dat op? Zegt Pibi. Zeg ik dat goed, Pibi? Kijk. Dat komt omdat je met je aandacht heel erg in de lower mind zit, waar de energie eindig is. Dus in je persoonlijkheid. En in je persoonlijkheid is je energie eindig. Als je gaat leren mediteren, zoals wij dat bijvoorbeeld doen, dan kun je leren om je via die vlam van je hart in te loggen in je oneindige energie. En je daarmee op te vullen. En dan... Heb je dat niet, dat je constant moe bent? Want dan word je gewoon gevuld door je eigen oneindige energie, waar je altijd mee gevuld bent. Alleen als je jezelf heel erg vereenzelvigt met het ik in je hoofd, blokkeer je die energie ook. En dan krijg je dat soort klachten. Dus meditatie is het antwoord op de bron van wie je bent. Ja. Oké. Nou, lieverds. Dank jullie wel voor je mooie vragen, voor je aanwezigheid. En nu ga ik toch echt stoppen, 9 uur. Ik wil je vragen om dit kanaal in de gaten te houden. Want het lijkt mij heel erg leuk om dit soort dingen regelmatig te doen. En ook misschien eens te praten met iemand ergens over. Ik heb genoeg hele mooie mensen in mijn omgeving zitten die deze materie weer vanuit een andere hoek aanvliegen. Dus het is heel leuk om dat ook... te horen. Dus binnenkort in ieder geval ga ik een webinar geven met Nelleke Zitman, die niet zo lang geleden haar moeder verloren heeft, net zoals dat ik dat heb. En die daarmee op zo'n mooie manier is omgegaan, zo vanuit die afstemming op de bron van wie we zijn en hoe dat zichzelf vervolgens heeft vormgegeven in het hele proces van overgaan met haar moeder, dat we allebei zoiets hadden van, nou, dit mag toch echt gedeeld worden, zodat iedereen kan begrijpen wat we te doen hebben als iemand overgaat. En hoe je dat kan doen vanuit die prachtige, liefdevolle verbinding van wie je werkelijk bent. Dat zal ook een heel mooi webinar worden. En zo staan er nog wel meer op stapel. Dus dankjewel voor je aanwezigheid. En nou, like het ook. Het is hartstikke leuk als je dat... Oh, ik heb het al een keer willen zeggen. Like het ergens. Waar dat ook zit.
En heel veel liefde naar jou en straal jouw liefde maar lekker door deze wereld in. En tot ziens en dankjewel.